Hallo allen en welkom bij deze tweede De Mol België hints en theorieën video. In deze video bespreken we de top 5 hints van aflevering 2. En als je hier nieuw bent en meer van dit soort video's wil, abonneer dan zeker eventjes op dit kanaal. En laten we dan maar snel gaan beginnen met de hints en theorieën van aflevering 2. Hint 1 gaat over de allereerste opdracht. Sven en Bert zijn hier beide erg verdacht doordat ze beide al vrij snel af zijn gegaan door de timelapse camera. Dit was zeker ook al een heel verdacht moment in de aflevering. Want dit kun je als mol natuurlijk heel erg goed expres doen. Aangezien je dan invloed gaat krijgen over het koken zelf. Want ze moesten natuurlijk, toen er twee zaten, moesten ze gaan wisselen met koken en met het gerechten maken. En dan kun je als mol natuurlijk ook de verhoudingen in het recept heel erg gaan omgooien. Zodat uiteindelijk die foodblogger het verkeerd telt, waardoor er geen geld wordt verdiend voor de pot. Dus hierin zijn Sven en Bert heel erg verdacht. Later kwamen Toon en Jens nog, maar die zijn natuurlijk allebei afgevallen. Wat tevens echt een verrassing was, weer een twist was, als ze al duo hun test in moesten gaan vullen. Was vrij een unicum in de Mol België, wat niet heel vaak voorkomt. Dan gaan we naar hint 2. En deze gaat over de tweede opdracht, waarbij de drie kandidaten, waar ze allemaal opdrachten moesten doen. En waar uiteindelijk drie kandidaten de namen aan de papegaaien moesten koppelen. En bij deze namen is er iets heel vreemds. Er is namelijk één mannennaam. Genaamd Prins. Kan op zich ook als vrouw, maar is toch anders in mijn beleving. En de rest van de namen waren vrouwennamen. Betekent dit dat een man misschien wel de mol is dit jaar, aangezien de mol ook de enige is met een speciale rol in de groep. Dus daar bedoel ik mee, er zijn allemaal vrouwen. Eén man, en die man heeft een speciale rol, want dat is de enige unieke, de ene speciale, en dat is de mol. Dus het zou heel goed een man kunnen zijn als mol. Hint 3, deze gaat ook over de tweede opdracht. En dit gaat over het stukje waarbij de drie kandidaten de reus van Lanzarote moesten opmeten. Nou, in eerste instantie wilde Jens de houten ladder gaan opmeten met een medelint. Maar dat is natuurlijk fout. Dat kun je zelf ook verzinnen. Als er een trap staat, dan ga je die trap toch niet zomaar opmeten. Als je iets anders moet opmeten, als je duidelijk gehoord hebt, je moet een reus opmeten. Ik had in ieder geval niet in eerste instantie die houten ladder opgemeten. Het heeft dus ook wel veel tijd gekost toen ze die ladder gingen opmeten en... Daardoor kan het ook uiteindelijk ook nog een molactie zijn van Jens. Het was in ieder geval ook een hele verdachte actie van Jens. Die we zeker kunnen onthouden. Hint 4. Deze gaat over de test en executie. Tijdens de test bij het duo van Nele en Sven. Valt het namelijk op dat Nele heel veel vraagt aan Sven. En een beetje probeert te discussiëren over de vragen. Een beetje overleggen, zeg maar. Terwijl als we kijken naar Sven, dat Sven in de montage helemaal niks lijkt te overleggen met Nele. En vooral zelf zijn eigen test te maken en niet zoveel met Nele te bemoeien. Hij was heel erg stilletjes en kwam best wel verdacht over in mijn ogen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij op Nele zit en daarom niet te veel had gezegd. Of dat ze dat van tevoren hadden besproken, dat werd later ook nog gezegd. Ik vond zijn situatie en zijn houding tijdens die test ook wel een beetje verdacht. Dan tot slot hint 5. En hiervoor gaan we even terug naar de vorige aflevering. Als we namelijk luisteren naar het einddeuntje van de aflevering, horen we een soort van Uma gezongen. Dus dan hoor je echt aan het einde hoor je Uma. Een soort van zangachtig. Dit was in seizoen 7 ook het geval namelijk. Toen de mol daar haar eigen naam
ook zong. En de geschiedenis herhaalt zich dit seizoen misschien wel, of toch niet. En dat zou natuurlijk ook een hele goede hint weer kunnen zijn naar Uma. Dan was dit tot zover weer de video. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En laat ook zeker weten in de reacties of op mijn Instagram of ergens waar je het ook doet. Laat weten wie jouw mol is. En wie ook niet jouw mol is. Dat is ook belangrijk. En dan zeg ik abonneer tot meer. Abonneer tot meer. Sorry, ik ben vandaag een beetje moe. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Laters.